muziektheatergezelschap Orkater is de kweekvijver voor nieuw talent. Vrijdag 30 mei komen ze naar het Parktheater met hun nieuwe show Op de Bodem. De nieuwkomers van Orkater stellen zich aan je voor in een eigentijdse versie van Gorky's klassieker Nachtasiel. In het origineel zitten de mensen financieel aan de grond. In deze versie zitten ze ideologisch in de knel. In een all-inclusive hotel komen ze bij elkaar om te voelen dat ze leven. De nieuwkomers van Orkater spelen Op de Bodem vrijdag 30 mei in het Parktheater. Zaterdag 31 mei een bijzondere samenwerking op het podium van het muziekgebouw. L'Arpeggiata en Misia. L'Arpeggiata is een avontuurlijk Italiaans barok ensemble en Misia, de befaamde en veelbesproken fadista. Samen nemen ze je mee op een reis van Portugal naar Turkije. Temperamentvol en poëtisch, geraffineerd en virtuoos. Misia en L'Arpeggiata. Zaterdag 31 mei in het muziekgebouw. Kun je de Tour de France winnen zonder doping te gebruiken? De Nederlandse ploeg uit de sportdocumentaire Nieuwe Helden denkt van wel. Op donderdag 5 juni kun je ze volgen bij Plaza in het Natlab. Het team van Argos Shimano zint tijdens de 100ste editie van de Tour op wraak op de oude garde die door jarenlang dopinggebruik de wielersport heeft verziekt. Het raakt gewoon langzaam uit van mij, want eigenlijk, ja. Ga mee achter de schermen van de wielersport met nieuwe helden op donderdag 5 juni bij Plaza in het Natlab. Eindhoven's meest Britse rockband, dat kan er maar één zijn, Luca Pony. Vrijdag 30 mei presenteren ze nieuw materiaal in Area 51 in samenwerking met de Effenaar. Denk dansbare indie rock, denk garage punk, maar dan wel met een Arctic Monkey randje. De mannen waren al te zien bij De Wereld Draait Door en te horen op 3FM. En ze zijn druk bezig aan hun eerste volwaardige album. Wil jij de nieuwe single van Luca Pony als eerste horen? Ga dan vrijdag 30 mei naar skatepark Area 51. Voor meer uittips kijk je op uitineindhoven.nl.